vlog. Het is vandaag vrijdag. Ik sta op dit moment in mijn salon, zoals jullie zien. Want ik ga een cadeaubon klaarmaken. En daarna ga ik richting mijn broertje. Ga ik weer helpen met klussen en verhuizen. Mijn plant die gaat de coronacrisis denk ik niet overleven. Hij heeft het zwaar. Ook al probeer ik hem wel regelmatig nog water te geven. Ik denk dat hij zich heel eenzaam voelt. Arme plant. Ik hoop dat hij het nog gaat doen, maar ik vrees van niet. Moet je geen lichtje? Ja, eigenlijk als je er zo over nadenkt. Heb je genoeg licht? Ja, mag wel. Oh. Het helpt niet echt, of wel? Ja, een beetje. Moet je deze ook aan doen, misschien? Nou, wij zijn nog lekker aan het stoppen. Vind je dat nog leuk? Nee. Maar we zijn nu bezig met de laatste kamer. De bloemetjes die overgebleven zijn nog van de muren te halen. Dus in principe hebben we al wel heel veel gedaan. Deze kamer is helemaal af. En deze kamer hiernaast. Maandag komt volgens mij de stukken door en dan wordt alles glad gemaakt. En dan hebben ze weer mooie witte muren. Hè, Tobo? Ja. Wij zijn weer onderweg naar Horen. En Nielsen mocht de bus van zijn werk lenen met de aanhangwagen. Dus we zijn nu 12 meter lang. En ja, mega lang. En het gaat vandaag sneeuwen. Of vanavond, of vannacht. Echt zin in. We gaan vandaag al het puin wat we uit het huis gehaald hebben. Behang en vloerbedekking en zo. Gaan we naar de stort brengen. Het is nu al pittig koud buiten. Ja, geen 3 graden aan. Nou, ik denk dat gevoelstemperatuur min 10 is. Voor mij misschien. Voor jou weer. Voor vrouwen. Ja, voor vrouwen is de gevoelstemperatuur min 10 vandaag. Aangekomen bij de stort. 2 wagens vol. En dat moet allemaal geleegd worden. Dus ik denk dat we nog wel eventjes bezig zijn. Oh my god, het is best wel veel, hé. Ja. Heb jij huissleutel? Ja. En het sneeuwt nog steeds. Waar is het stoeprandje? Hier zo. Die heb je niet meer. Oh my god. Cool. Hier ligt helemaal niks. Het is hier helemaal weggewaaid, hiero. Oh. Ik zal even te filmen. Zout in de wagen. Ik moest nog even wachten, want de shovel die moest iemand met pech uit de berm trekken. Dus we zijn nu aan het wachten tot we aan de beurt zijn voor het zoutstrook. Voor het zoutladen. Er staan een paar man hier in de rij. En dan gaan we een rondje doen. Ja, daar zijn we weer. Ik ben inmiddels al een tijdje onderweg.
En ja, je zou op een gegeven moment twijfelen als je toch al vier keer dat rondje gedaan hebt, dat het geen zin meer heeft. Maar ja, dan kom je op zo'n fietspad gewoon helemaal wit. Ik ben een stukje achteruit gereden, zodat je kan zien dat daar die hoop ligt met sneeuw. En dat schuif ik zeg maar weg. Dus het heeft wel degelijk zin nog steeds. En we gaan vol gas vooruit. Later! Carlijn in haar natuurlijke habitat. Een bananenbrood maken. Niels is vannacht gebeld dat hij weer moest strooien, moest schuiven. Dus die is om 3:00 s'nachts gebeld en die moet vandaag nog de hele dag aan het werk. Dus die heeft echt een hele lange werkdag. Dit is wat ik in mijn bananenbrood ga doen. Amandemeel, nootjes, kokospoeder, een heel klein beetje bakpoeder, 3 bananen, 3 eitjes, pure chocola en dadels. Ik maak vaak bananenbroden zonder suiker, of tenminste zo min mogelijk suiker. Dus ik ga er geen pakje suiker en zo in doen. Dus hiermee ga ik de bananenbrood maken. Bananenbrood zit in de oven. Ik heb ondertussen het aanrecht alweer eventjes opgeruimd. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik vandaag even langs mijn salon ging. Want ik heb gisteren heb ik wat hartjes uitgeknipt uit karton en die heb ik geschilderd. En daar wilde ik eigenlijk nog wat productfoto's mee maken voor Valentijn. Maar goed, Niels heeft ook de auto mee, dus het gaat ook niet. En er ligt natuurlijk een hele hoop sneeuw, dus ik hoop dat het morgen kan. Het zou wel leuk zijn als ik hier nog even wat foto's mee kan maken. Voordat het Valentijn is. Wij gaan lekker sleeën. Ja, je gaat er zo ook gewoon doorheen, hè? En gaat hij het nog doen, denk je? Wat wonen we toch prachtig hier, hè? Je kan vanaf hier ook de zee zien. Ik weet niet of je het op de film goed kan zien. Daarachter. We zijn nu lekker vanaf de duinen aan het sleeën. En het is bijna windstil, dus dat is ook wel heel fijn. Ik heb het zelf gewoon een beetje warm hierboven. Even kijken waar Niels nou gebleven is. Leef je nog? Oh.
Wat deed je? Voet blijven haken. Auw. Ik heb bijna mijn enkel. Oké, nou ga ik gewoon niks sturen, niks remmen. Wel remmen. Wel remmen hoor. Het is heel glad. Ja. Wel remmen hoor. Ja. Dat is heel hard. Ready? Ik weet niet waar ik me vast moet houden. Wel goed zo. Ja, ja. Niels, dit is niet leuk. Tussen deze paaltjes. Auw, mijn voet. Wat ik net bij Niels zie. Laat eens zien. Tijd voor een nieuwe broek. Hij loopt gewoon in zonder broek hier. Weet je het niet koud? Ja, wel. Waarom had ik niet op mijn hand?